De leiding van de regionale gezondheidsdienst RGD heeft gisteren een ontmoeting gehad met president Chandrika Prasad Santokhi en de minister van Volksgezondheid ad interim Krishna Kumari Mathura. Waarnemend RGD-directeur Nishita Gayadin gaf daarbij aan dat door de aanhoudende coronapandemie het een uitdaging is om reguliere zorg te bieden. Ook het gebrek aan financiële middelen baart de instelling zorgen. Stichtingsbestuursvoorzitter Fayaz Sharman maakte kenbaar dat er een grondige evaluatie gaande is, waarbij ook met hervormingen het bedrijf uit de rode cijfers moet worden gehaald. De RGD-leiding heeft als opdracht meegekregen een herstelplan te presenteren dat de RGD weer gezond moet maken. Binnen 2 maanden komt er een vervolggesprek met het staatshoofd.